TBN Prime Alert van dinsdag 27 september 2016. Uw aandacht voor de headlines. 2 contractondertekeningen op OW ten behoeve van Wanica Ziekenhuis. Surinaamse aannemers mogen ook ziekenhuis helpen bouwen. UNICEF komt met 10 richtlijnen voor kinderen tewerkgesteld in mijnbouwsector. Lijken vermiste vissers alsnog voor abductie in beslag genomen. Problemen centrale markt stapelen zich op. Men neemt het voor granted wat de NPS gedaan heeft. Koeriers vragen aandacht voor hun problemen. NPS viert 70-jarig bestaan ook met kinderen. En lijk 20-jarige Ramgulam geborgen. Op het ministerie van Openbare Werken heeft vandaag 2 ondertekeningen plaatsgehad. En het gaat om de Minutes of Meeting Signing. Dat is dat alle technische aspecten met betrekking tot de bouw van het ziekenhuis in het district Wanica zijn goedgekeurd. En hieronder hebben hun handtekening geplaatst. De directeur van dit ministerie, Anwar Hassan Khan, als ook de heer Sheng Tao van de Central South Architectural Design Institute. Na deze signing hebben we nog een tweede ondertekening gehad en dat is dan de implementation agreement, waarbij beide partijen dan aangeven dat zij akkoord gaan met alle zaken en daartoe hun handtekening hebben geplaatst. Er moet binnen 6 maanden een contractor in China gevonden zijn voor de bouw van dit ziekenhuis. En ook hieronder hebben directeur Hassan Khan en de Commercial Counselor of the People's Republic of China, Ma Yingli, hun handtekening geplaatst. Het is een ceremonie geweest met presentaties, maar ook de daartoe belangrijke speeches. We brengen u naar het ministerie van Openbare Werken, waar vandaag deze belangrijke momenten hebben plaatsgevonden. En dat allemaal in het kader van de bouw van het ziekenhuis in het district Wanica. Het is my great pleasure to be together with you today to witness the signing ceremony of the implementation agreement of the Wanica Hospital project, which is another fruitful result of the good relations between our two countries. The initiative of this project started 10 years ago. After several consultations, the government of our two countries exchanged notes on this project in 2011. And during the first meeting between the President Xi Jinping and the President Paul Desse, a full support was given to the construction of Wanica Hospital. In the past 4 years, in connection with this project, the Chinese technical teams came to Suriname 5 times. They had very deep discussions with their Suriname's counterpart, headed by Mr. Hasaka. In terms of the location, designs, and functions of the hospital, especially in the last 2 weeks, Mr. Hasaka and his team and the Chinese technical team worked very hard, very intensively. They often deep into the night. Due to their hard working, we are able to hold signing ceremony of the implementation agreement today. I'm sure over 2 years you will find a very beautiful and functional hospital in the Wanica district, as we see just now. Which will be beneficial to the local people. Next step is bidding and implementation of the project. I hope the two sides of China and Suriname will continue to cooperate with each other closely and complete the project in a perfect way. This year marks the 40th anniversary of the diplomatic relations between China and Suriname.
In the past 40 years, we enjoyed very good relations with Suriname. China considers Suriname always as best friend and good companion. Our relations are complementary. In the international affairs, we always support each other, and bilaterally, we have more and more economical and cultural exchanges. China would like to continue to do her best to help Suriname with her social and economic development. Let's work together to bring our good bilateral relations to a new high. This is a very special occasion to recall Ambassador. We started the School of the One from Suriname in connection with some other projects based on the bilateral relation of our countries. And it's not happening suddenly today. This is part of what is expressed by 40 years relation of two countries. And we always tell people that the presence of the Chinese society is not only for 40 years. The representatives of this very rich country arrived in Suriname in 1853, when we still were a colony of the Dutch Kingdom. So you have enriched our society not only with this part of the economical and technical cooperation that we have, but the 40 years of formal diplomatic relation of China has expressed itself in different areas of our society where the need for friendship has been expressed by your governor. I can remember one of your national holidays when President Watson mentioned that China is not only a friend of Suriname, but China is a trusted friend. And we have experienced this, especially now when we are in difficult times, that the support that we are receiving from your government and from your people is a very important one. It is in education, it is in health, it is in infrastructure, it is in finance. Yes, these are expressions on the bilateral relation when it is good between two countries. So we are very happy that at this moment we have the opportunity to look at what the technical people have worked out, and what I learned from the staff of the Ministry of Public Works that in the next 6 months we can look at the effective implementation of this very important part of it. It's not only a building, it has to do with health. And you know that the policy of this government, since we have decided that the most important human resource that we have to invest in, government resources, is human capital. And investing in health and in education, we will have the guarantee that these people will be in a better condition to move on and look at the challenges that we are facing now in our social and economic development. The government of the Republic of Suriname had announced its intention in 2010 to set up a hospital in the district of Luanda. This hospital is a response to the call for medical facilities in the southern boundaries of Paramaribo. This is calculated in the National Development Plan 2012-2016 as to take care of the construction of new hospitals, health centers, and outpatient clinics, including the inland. Not only will a start be given to a more accessible health care of the population, but the hospital in Wanika will also provide spin effects, including employment for the surrounding area, Para, Wanika, and Sarabaka, alleviate traffic problems in Paramaribo, reducing travel times for clients and emergency services from south to north, less traffic towards and in the inner city of Paramaribo contributes to a safer inner city and less pollution. The review process of the preliminary design was based on the following documents: the program of requirements, the minutes of meetings dated July 30, 2014, the design contract between the Ministry of Public Works and the Center Southern Architectural Design Institute Corporation,
the complete review documents of the consortium of engineers and architects, final review missions of the Southern Architectural Design Institute and the Ministry of Public Works and Public Health dated September 27, 2016. This project was initiated a couple of years ago when both the government of Suriname and the People's Republic of China agreed to establish a modern medical center in the district of Wanica. The negotiations resulted in an execution modus in which Suriname is responsible to build the park consisting of family hotel and the civil technical works and utilities network. The Chinese part includes an outpatient medical treatment department, medical intervention, a pharmacy, nursery ward, a mortuary, and a service department. This park is a grant towards Suriname, and will be tendered in China according to the local procurement rules after today. After this, Chinese government will appoint a contractor within 6 months and execute the works from the Chinese part in Suriname. I am assured that both parties will put full effort in process to complete this project in short time. On behalf of the Surinamese government, I would like to thank the People's Republic of China for this grant. Also, all the Indian engineers and the architects from both teams in China and Suriname, but especially our team from Public Works to have achieved this goal, which is pending since 10 years until now. A modern medical center in the district of Wanica will certainly boost the medical care in Suriname. Dit ontwerp gefinancierd wordt, de grant is ook al met dit moment ondertekend, zoals u daarnet heeft gezien. En over 6 maanden zal China ons de contractor toesturen. En wanneer begint men dan met de bouw? Want wanneer de contractor is gestuurd, wil dat zeggen dat we direct gaan aanvangen? Dat betekent dat we direct gaan aanvangen. En binnen hoeveel tijd moet het ziekenhuis er staan? Conform de specificaties, het moment van commencement date, dat de contractor hier formeel mag beginnen, is de bouw 30 maanden. Kunt u nog eens een keer aangeven aan de gemeenschap wat allemaal straks verwachtbaar mag zijn binnen dit ziekenhuis? Nou, er zijn 3 beddenhuizen ingesteld met in totaal 150 lichtbedden. Er zijn in totaal 30 bedden gereserveerd voor poliebehandelingen, SEH en andere klinische behandelingen. Er komt een mortuarium, er komt een SEH zelf, er komt een heel complex met een aantal klinische faciliteiten. Een heel groot parkeerfaciliteit, want we willen leren natuurlijk uit wat we in het verleden niet hebben kunnen doen. En nog veel meer. Ja. Ook een apotheek. Hoe groot is het bedrag dat meegepaard gaat met de bouw hiervan? Zo, het bedrag is in Chinees uitgedrukt, dus houdt u me dat ten goede. Dat moet ik nog doorgeven. Over het personeel, hoeveel mensen gaan jullie kunnen accommoderen? Nou, er is uitgerekend met alles wat er hier is aangegeven en volgens de informatie van de input vanuit het ministerie van Volksgezondheid kunnen er minimaal 200 artsen en verplegers te werk gesteld worden. Alles onder één dak, wat betekent dit of is het uniek voor het Caribisch gebied? Het is niet uniek voor het Caribisch gebied, maar het is wel uniek voor Suriname in deze tijd. Omdat voor het laatst, voor zover ik heb navraag heb gedaan, voor het laatst zo'n groot ziekenhuis is gebouwd in Suriname. Ik dacht dat dat Diakonesse ziekenhuis zou moeten zijn geweest, van deze aard van grootte. Maar het is het eerste grote district buiten Paramaribo. U zegt het bedrag is in het Chinees. Heeft dan de Surinaamse zijde een minimale bemoeienis in de bouw? Nee, Suriname heeft een heel grote bemoeienis, zoals in de speech van de ministers aangegeven. Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg van de infrastructuur en de nutsvoorzieningen. En ook de bouw van de family hotel die nu al
gaande is, zoals u dat ook eerder heeft meegemaakt. En wie zal de rest bouwen? Wat hier is gepresenteerd wordt door een Chinese contractor gebouwd conform de grant procedure. Het is een schenking vanuit China. Wat we wel hebben, en dat waren de intensieve onderhandelingen ook. Normaal gesproken in een grant procedure van China is het dat een Chinese hoofdcontractor komt en met al zijn arbeiders hebben een hou. Wij hebben onderhandeld de afgelopen 2 weken heel intensief en gedaan gekregen dat de installatie technicians minimaal en ook bouwarbeiders ook uit Suriname betrokken zullen worden. Wanneer de contractor hier zich aanmeldt, dan wordt dat een moment waarbij we concrete cijfers zullen hebben. Het ziekenhuis had er... Dit ziekenhuis dat nu gebouwd is, samen met China gekeken zal worden in de andere districten waar er gezondheidscentra nodig zijn, ook bouw zal plaatsvinden? Wij zijn afhankelijk van de input van het ministerie van Volksgezondheid. Wij zijn een faciliterende ministerie. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al die tijd, daarom dat ook de minister heeft aangegeven, vanaf het ontwikkelingsplan van de huidige regering is aangegeven dat we moeten zorgen voor de bouw van een ziekenhuis. Wij doen een invulling hieraan. Als en wanneer het ministerie van Volksgezondheid deze informatie verzoek aan ons doet, dan gaan wij dat verder ter hand nemen. Dank u wel. Het ziekenhuis zou er veel langer hebben moeten gestaan. Waarin heeft de vertraging gezeten? Nou, het heeft te maken met een gedegen. Kijk, een ziekenhuis is niet een eenvoudig huisje die je bouwt. Het is een heel complex gebouw met heel veel discipline. Eigenlijk komen alle disciplines. Je kan niet zomaar een weg aanleggen en denken dat that's it. Je moet dat goed doordenken. Daarom dat we sinds 2014 dat we de eerste stappen hebben gelegd, dat we tot dit moment zijn gekomen en daarom dat we vandaag ook in de eerste helft de acceptatie van het ontwerp met alles erop en eraan, de aansluiting wat ook vanuit Surinaamse zijde gedaan moet worden, goed op elkaar zijn afgestemd en afgesproken. Er gaat 0 cent Surinaams geld hierin? Er gaat ook Surinaams geld hierin, dat wordt nu al gestoken, want het ziekenhuiscomplex bestaat niet alleen uit het Chinees gedeelte, zoals het bedrijf anderhalf jaar geleden al begonnen is, dat is al het Surinaamse input in dit geheel. Dus het is niet een dat China het heel complex met alles erop en eraan investeert. Suriname is al begonnen met het nakomen van zijn eigen afspraken. Wat is de eerstvolgende stap na vandaag? De volgende stap na vandaag is om met de nutsbedrijven aan tafel te gaan en de nut verder onze eigen inbreng, invulling aan te geven. In de tussentijd vindt de proces in China plaats. En over 6 maanden moet de aannemer hier zo aangemeld zijn. En is er ook opgenomen dat samen met de Chinezen, wanneer de aannemer bekend is, de Chinese aannemer, die dan ook met Surinaamse aannemers de bouw verder zal doen? Dat klopt, dat is wat ik eerder aangaf. Dat is een deel van de zware onderhandeling geweest. Het is eigenlijk een afwijking van de procedures van China zelf, maar vanwege het speciale jaar en de speciale relatie met China heeft China daar een toezegging gedaan dat dat zal moeten gebeuren. Hoeveel ruimte, procentueel 90% om 10%? Daar kan ik nu geen uitspraak over doen, want dat kunnen we pas doen wanneer de contractor hier zo is aangemeld. Dank u. Alsjeblieft. Children in de mining sector, oftewel kinderen in de mijnbouwindustrie, dat is toch wel wereldwijd een heel groot probleem. Vandaar dat UNICEF met 10 principles is gekomen, welke belangrijk zijn voor de stakeholders. En onder de stakeholders kunnen we dan verstaan de multinationals die toch wel opereren in de mijnbouwindustrie.
In dat kader is er dan vandaag een workshop georganiseerd door de UNICEF met ook het ministerie van Justitie en Politie en ook nog natuurlijke hulpbronnen om niet alleen hierover van gedachten te wisselen, maar om ook te kijken hoe de 10 principles geïmplementeerd kunnen worden. We spraken hierover met de sustainable manager van I Am Gold, Rosabel Goldsmine, de heer Jerry Finissi, die een presentatie hield, maar ook met de heer Francisco Bieber van UNICEF van Peru. En we voeren u naar dit verslag. Heer Jerry Finissi, sustainable manager van I Am Gold, Rosabel Goldmines. Wat is uw rol en bijdrage bij deze workshop waar het met name gaat over mining, maar vooral kinderen in de mining sector? Nou, wij als bedrijf Rosabel Goldmines zijn uitgenodigd om onze bijdrage te leveren. De workshop gaat over children rights en business principles. Dus hoe zijn kinderrechten gelinkt aan de principes van een bedrijf. En mijn rol vandaag was om te belichten hoe Rosabel Goldmines kinderrechten hebben kunnen incorporeren in hun bedrijfspolicy. Kunt u dat even nader uitleggen hoe jullie dat gedaan hebben? Wij hebben een zero harm policy, vision, waarbij wij als bedrijf ervoor zorgen dat er geen schade of minimale schade toegebracht wordt aan het milieu, de gezondheid en veiligheid van onze werknemer en de omliggende gemeenschappen. Daaronder vallen ook kinderen. Een kind die moet opgroeien in een gezonde en schoon milieu. Een kind moet opgroeien in een gezond en stabiele gezinssituatie. Het kan niet zo zijn dat die vader aan het werk komt en vanwege dus bedrijfongeval niet meer naar huis komt. Dus veiligheid is een van de heel belangrijke dingen waarbij wij ervoor zorgen, zorgdrager, dat onze werknemers veilig kunnen werken en weer veilig thuis kunnen zijn om daadwerkelijk de bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zo'n gezin, waaronder de kinderen. En als derde punt van onze vision is de gemeenschappen waarin we werken. Wij willen een positieve bijdrage, wij leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de omgeving waarin we opereren en zo ook een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Daar hebben we specifieke beleidsstukken voor. Onze community relations afdeling die wordt gedreven door investeren in onderwijs, in gezondheidszorg en inkomsten genereren. En alle drie aspecten komen dan weer terug daarin. En hebben jullie dan vandaag huiswerk meegekregen? Nou, wat ik vandaag heb gehoord, wat ik toejuich, is het feit dat UNICEF komt met wat principes. En basisprincipes voor children rights and business principles. Er zijn 10 stuks. En als bedrijf, ons huiswerk is om na te gaan in hoeverre we in compliance zijn met deze aspecten. En wat wij nog meer zouden kunnen doen om in compliance te zijn met ze. Maar wat neemt het dan om deze nieuwe richtlijnen die dan zullen komen vanuit UNICEF om te implementeren bij jullie? Zoals ik het heb geobserveerd, denk ik dat we zeker voor 95% in compliance zijn. Dus het gaat niet veel nemen van ons. Waar wij een uitdaging in ziet, is dat natuurlijk nog steeds de small-scale mining situatie. De situatie van de kleinschalige mijnbouwers, waarbij eigenlijk niet alleen voor Rosabel, maar voor Suriname en voor de wereld, dat nog altijd een uitdaging is om ervoor te zorgen dat kinderen niet betrokken zijn in het proces van kleinschalige mijnbouw. Dat blijft een uitdaging. U geeft bijna antwoord op mijn eerstvolgende vraag, want dat zou het zijn. Wat is de grootste uitdaging dan? Dat is hem. Kijk, als bedrijf hebben we interne processen. Zoals ik heb uitgelegd, onze processen zijn allemaal ondersteund door onze Zero Harm Policy. En je bent wel in staat om je interne processen zodanig te implementeren met rekening houdende met de nationale wetgeving, met de regionale wetgevingen, met de traditionele en culturele leefgewoontes van de omgeving waarin je opereert. Daarover valt er niet te discussiëren, vooral als het een verantwoord bedrijf is, zoals Rosabel Goldmines. Alle grote bedrijven die verantwoord opereren, die zullen deze policies en procedures in place hebben. En ervoor zorgen dat ze ook kijken naar hun supply chain, mensen die voor ze leveren, maar mensen van wie ze afnemen. Dat deze mensen ook de bepaalde standaarden die zij hanteren, ook hanteren. Zo ook Rosabel. Dus dat is op tafel. Daaraan zijn wij 100% in compliant. Waar de uitdaging blijft voor Suriname, ook voor Rosabel, is hoe kan jij als bedrijf dat extern beïnvloeden?
En dat lukt het wel wanneer het gaat om een school, om een kerk. Waarbij je als bedrijf een bijdrage kan leveren aan ontwikkeling van kinderen die zo lang terug hebben gesproken.
upholded and implemented in their policies. De politie van Paranam heeft in de avond van maandag 26 september 2016 de ontzielde lichamen van de 53-jarige Roy Kromopaviro en de 58-jarige Albert Kromosetiko geborgen nabij het gebied Cayman Gracie. In een eerdere berichtgeving door de voorlichting van de politie werd vermeld dat de lijken na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie zijn afgestaan aan de nabestaanden. Om de precieze doodsoorzaak vast te kunnen stellen, zijn de ontzielde lichamen alsnog voor obductie in beslag genomen. De mannen waren zondag gaan vissen in de Suriname rivier in de omgeving van Cayman Gracie. Hun boot werd dobberend op het water aangetroffen. Van de mannen was geen spoor te bekennen. Er is met vrijwilligers, vrienden, politie en duikers een zoekactie op touw gezet. Op 26 september werden de lijken opgevist. We zijn er vandaag weer onder de Centrale Markt en dan wel achter de Centrale Markt om te zien of de mensen die de oproep hebben gehad om hun houten kasten af te breken, of ze dat hebben gedaan en reeds in steen hebben of met steen hebben opgetrokken. Want de vereiste vanuit de marktleiding is nu dat alle houten kasten, die toch wel zorgt voor heel wat muizen, ratten en kakkelakken, die allemaal afgebroken dienen te worden, en men over moet gaan tot het bouwen van stenen kasten. En vandaar dat we dan hier zijn. Mevrouw Shirley, ik merk dat u uw kast hebt afgebroken. Ja, dat klopt. Wanneer heeft u dat gedaan? 3 dagen terug. En u heeft dan nu uw stenen kast gemaakt? Jawel. Of u hebt, laat ik het anders zeggen, u hebt met steen opgetrokken? Jawel. Ja, is wel heel eenvoudig. Wat heeft het u gekost? Het kost niet veel hoor. Maar toch, we moeten het doen. Als we het zo laten, dan gaan we ook in problemen krijgen. Dan hebben we zelf ingetrokken. Ja. En, maar hoeveel? 100 SRD, 200 SRD? Ja, 100 SRD, 150 SRD misschien. Ja. En heeft u dat zelf gedaan of had u iemand in dienst moeten nemen? Nee, we hebben het zelf gedaan. Mijn man en ik. Okay. Ja. Maar ik zie dat heel wat mensen nog niet hebben gedaan. Ja, ik heb het wel begrepen. Maar ze gaan het wel moeten doen. Ja. Maar u ziet de voordelen hiervan? Jawel, er komen geen gedierte en ook geen ratten erin, dus heel schoon. Mevrouw Ramsoek, hamde ik heel toe bij een kassie naar beneden bij de ittak, hè? Naar beneden, bij zijn naba. Naar beneden? Nee, niet meer een man van naam mee leggen, kijk ze beneden. Maar bij zijn naam naar kosten, jutte jakker. Ik heb het wel begrepen, maar ze gaan het wel moeten doen.
om guamare kleding wat na fumare kleding opdracht kon dat omvoeren te afra. Dus bij ons zeggen we ons aan voor mekmare kleding, mekamare kleding, luku ons aan timorobo. Wees de kalibat afra no so de mekwantra uit de regionu, wees de man pot trata afra regionu, toch? Voor u kampot de grond tot aan de tafra, want u no kampot de grond tot aan de grond. Maar wat er een probleem dat ik begrijp, dus maar ze hebben op educatie, dan brokken de kassie dat, nou dan half stong, en misschien uno doe het, uno doen? Ik doe wel, omdat ik ben een groot handelaar, tevens klein handelaar. En ik heb dagelijks boom voor de grond. Ik heb de grond tot aan abrato, dan heb ik pot de grond tot aan patafra dan met tapen. Sorry, ik ben last grond toe. Ja, dat ik begrijp, dat grond. Ik ben last grond toe. Maar tegen wat de school toe, is in die cases. Dat viel als zo meteen, dat me liep bij het hoor. Dat ik ja, de man heb een over nu, dat om me kwam kassie. Maar op zien, kassie, dit is Sami oma me kido. Mijn oma pot groen toe in een kassie. Want de groen toe, Sami, heb je een boom voor een groen toe. En de groen toe, tabra. Michel, ik maak even de groen toe, ook zo. En dat dubbel voor een kwadrappe. Maar ik stand houders, uno heb een vertegenwoordiger moro, want ik ben voorzitter, zei het dat uno? Ja, ik heb een voorzitter, maar een voorzitter zegt de maïtaki, de maïmek de vergadering, de enige de maïkong, de maïtak, na zo omdoe, zo omdoe. Opdracht komt voor mijn kleding, opdracht komt voor DC. Na uno leg trouwens aan deja, na uno no ma du trafas dit owa, bifar kisa de maitaki. Want misrefi me bewa me kwam de sot hokja le groot handelaar, maar de man owa geef en toe dat me meki. Dus me de, me moest me kap ching kasi disi. Dus in kies opdracht voor me kwa? Voor me ka abigi hokja. Ik begrijp je boeng, zei be wan in feite, dat ibe kan hoor de tafra disi. Voor dat me bewa wel dat me kan hoor de tafra disi, omdat kuja ef me abgroen toe. If me put the group up a group, that be okay, okay, the motor pass stand me, and if the motor pass stand as a whole, a true big one, what miss refi? No one make me stand up with a midri, the midri etapo. That road, escalator, and that road, the road, tamara clayton, that's a oxa. That the motor key that no look with ya. Put one sanki the man for the man can put the group to Nabido. That's me one make a mara clayton of the smart DC, like my name Miranda. Make Mekan su kwa pasifu u kan pot de grond tout de tafra. Of de gebroeders dat sing, we merken dat de bepaalde van de standhouders of heel weinig al in steen hebben opgetrokken. Jullie hebben nog niets gedaan? Nee, we hebben nog niets gedaan, want we wachten op de DC. Want de man, de heer Anil, had ons eerder gezegd, de markt is van de overheid, niet van ons eigendom. En daardoor had hij een 1,5 meter standstuk tafel aan iemand anders geven. En toen had hij me ook gezegd van de markt is niet van jou, is van de overheid. Wie ik wil geven, ga ik geven. Dan waarom nu moet ik alles met mij uit mijn zak doen? Straks laat ik het maken, dan komt hij morgen met iemand, meneer, de helft van je stand geef ik aan deze persoon. Wie gaat mijn kosten dekken? En het probleem heb ik ook nu momenteel tot nu toe. Mijn tafels waren eigenlijk niet zo. Ze waren in een heel ander vorm. En maar ze hebben het kapot gemaakt, het was van hout, ze hebben die hout weggehaald en ze hebben de stenen tafel gebouwd hoe ze willen. Mijn moeder heeft ook gezegd van kijk, maar tandruimte was niet zo. Ik had tafels naar zo, binnen twee, die ingang was meer naar deze kant en er was eentje daar en eentje hier. En hier was er ook niet een tafel, het was een ingang gewoon. Dat mensen van daar naar hier en zo kunnen lopen. Maar ze hebben gezegd, jullie moeten niet op mijn hoofd kletsen. De markt is niet van jou, is van de overheid. Hoe wij gaan willen zo moeten gaan we maken. Dan waarom komt nu alles op ons? Alle kosten moeten wij dekken? Kan toch niet? Want het is straks als je het neemt dan. En toen de bergruimte probleem, waarmee ik nog steeds weg. Toen dat was gekomen, dat zei van jullie kletsen gewoon. Ik ga jullie hele vergunning afpakken, hebben jullie niets. Wees tevreden wat jullie krijgen. Dus hij bedreigt jullie als het ware. Ja, hij heeft ook een van die vrouwen bedreigd. Als je je kast niet laat maken, ga ik je vergunning afpakken, dan ga je niet verkopen. Het is niet de marktmeester zelf hoor, want we hebben momenteel hebben we geen marktmeester op de markt. Coördinator, hè, meneer Ram, ja. Meneer Ram. Maar hij is weer heel anders. Weet u, enige, de persoon die ons dus bedreigt en zo, is
de heer Anil Dhanai. Dus de laatste tijden zegt hij niks meer. Maar eerder, vroeger, dus laten we zeggen vorig jaar zo, toen het alles hier afgebroken was en zo, en onze bergruimte was afgepakt, dan meerdere malen heeft hij gezegd van, als we toch door erover gaan praten, of door om voor onze hok gaan vechten, dan gaan ze dus ons meer in problemen zetten. We komen meer in problemen. Het wordt, laten we zeggen, ons dat kunnen worden ingetrokken en zo. Maar het probleem is eigenlijk nu, wat we nu hier hebben, is dat, dat ze die tafels willen afbreken. Ja. Dat is het grootste probleem. En we kunnen kousenband en zo, noem maar op, bonen, laten we zeggen, soproppen en zo, we kunnen niet op de grond zetten. Dus we hebben... Heb je hem dat uitgelegd? Ze willen niks horen. We hebben hem uitgelegd en ze weten het ook, meneer Genis. Kijk, bladgroenten, stel je voor Amsoe, je hebt Amsoe, je hebt Kaisoe, terblad en zo. Dan kan je het gewoon niet op de grond zetten. Niemand gaat het willen kopen. Wat is de reden? Want de vorige keer was ik al geweest. Tenminste van die houten kasten begrijp ik. Misschien kunnen die daadwerkelijk kakkelakken en dingen naar binnen brengen. Maar waarvoor zorgt dit? Ze willen geen houten dingen meer hier hebben. Ze willen helemaal geen houten dingen hier hebben. En de grootste ongedierte hier op de markt zijn de zwervers. Dat moeten ze als eerst opruimen. Dat is de grootste ongedierte wat we hier hebben op de markt. Dat noem ik. Ik noem het gewoon ongedierte. Want we hebben dagelijks last van ze. We hebben dagelijks last van ze, of vechten ze, of stelen ze dingen van ons. Dus dat gebeurt er hier op de markt. Maar niemand treedt tegen ze op, want jullie hebben toch politie hier? Helemaal niet. De marktleiding geeft zichzelf toestemming om op de markt te werken en zo. Ze mogen hun stootkar hier duwen en zo. Dus allerlei, ze mogen voor mensen werken. De marktleiding geeft zichzelf werk om, laten we zeggen, de markt te wassen. Dus maar ze zijn gewoon junks. Ze hebben last van ze. Ze hebben last van ze. De klanten hebben ook last van ze. Er zijn meerdere klanten. Wat doen ze met de klanten? Kijk, er zijn allerlei dingen wat ze kunnen doen. Ze kunnen gewoon wat geld van die klanten stelen. Ze kunnen wegrennen ermee. Ze kunnen de tas afpakken. Dus die klanten voelen zich niet veilig. Ze voelen niet veilig. Dus dat is het. Meestal zie je ze vechten onderling. Ze vechten, de zwervers vechten onderling. Met mes, stenen gooien ze. Met stoelen gooien ze, laten we zeggen, noem maar op wat ze maar dan ook vinden. Als het een steen of wat dan ook, ze gooien op elkaar. En dan kan het een klant krijgen. Het is ook een paar keer is het gebeurd. Ai. Dus dat is de grootste ongedierte wat de marktleiding als eerst moet opruimen. En ze zeggen van, ja, door die houten tafels komen er kakkelakken, muizen en zo. Als u 16:30 in de middag hier komt, we blijven soms tot 16:30. Vandaag zijn we eerder klaar, want de groente is snel opgegaan vandaag, verkoop was goed. Maar er bleef dagelijks groente over. Vandaag was het gewoon, dus de verkoop was goed en het is verkocht. De meeste groente heb ik op groothandel verkocht. Ja. We hebben ook een filiaal op Kersvleet, bij Rossignol is mijn broer draait het, mijn neef. En hij heeft meestal mijn groente weggebracht, omdat hij zelf geen groente had. Dus daarom heb ik vandaag weinig groente. Maar normaal komt hij en je ziet hoeveel groente ik heb. En het wordt elke dag gestolen. Hij heeft gisteren 22 bakken tomaten gebracht. 2 bakken zijn gewoon kwijt. Niemand weet waar het is. En hij heeft het niet 's avonds gebracht. Hij heeft het 3 uur ochtend gebracht. En hij is naar voren gelopen. Terug kwam geen tomaat. En jullie dienen dan geen klacht in? Wanneer er zo gestolen wordt bij jullie? Ja, we dienen wel. Bij wie? We doen wel aangifte bij de politie. Maar Ze schrijven het gewoon op. Ze zeggen van ja, als we de dief hebben gevonden, dan roepen jullie op. Wat kost een bak tomaat nu? Kijk, 80 SRD zo, 85, 85 SRD. Een klap is 160 SRD weg van u? Weggegaan, in 1 keer. Ja, dus laten we zeggen, als ik 25 bakken tomaat heb gebracht, is al mijn winst al weg. Ja, want ik koop het op bij de landbouwer, toch? Maak ik kleine winst daarop, meneer. En dus dat zei ik toch? Als u 16:30 in de middag hier komt op de markt. Kijk, nu zijn er veel mensen op de markt. Zie je geen muizen, zie je geen kakkelakken. Weet u waar? Misschien weet de marktleiding het niet. Misschien weet de DC het niet. Toch? Waar die muizen en die kakkelakken schuilen. Ze schuilhouden. Zijn in die riolering. Daar in de riolering. Het ene ding achterin, hè? Precies, ja. Daarin schuilen ze. En als iedereen al weg is, dan komen ze eruit. Als u 16:30 hier komt, ziet u overal muizen hier rennen. Hai. Wanneer is de laatste keer dat hier is schoongemaakt? Jaren terug. Alleen toen laatst het is kapot gemaakt om het te herbouwen, deze stuk. Dan hadden ze het een beetje gebezemd en zo. Maar de hele markt is sinds 2010 niet voor een ding schoonmaak. Grondig, prima. En de marktmeester en de marktleiding zegt dat de houten tafels, muizen en die soort dingen roepen.
Nee. Is dat sinds 2013 niet schoongemaakt hoor? In 2013 hadden ze een grote schoonmaakbeurt hier op de markt. Was de markt dicht voor een week. Dan waren we aan de Jodenbreestraat. Hebben we daar verkocht. In de groothandel. Van de hele avond tot half zeven of zeven uur hebben we daar verkocht. De marktleiding vindt dit is... 2013, daar is het niet meer schoongemaakt. De marktleiding vindt dit is een probleem. Maar wat about dat? Een junk heeft zijn slaapkamer daar gemaakt. Boven daar. Kijk u boven daar. Kijk u. Het is een woonkamer, slaapkamer. Er is een junk daar, een been is kapot. Hij breekt ons kruiwagens. Dat stoot hij zelf. En als ik bij de politieagent ga, weet je wat de politieagent zegt? Laat hij verdienen. Hij is ook komen verdienen. Dan waarom betaalt hij geen belasting? En vrezen jullie niet dat wanneer één daar gaat wonen, er straks meerdere daar gaan wonen? Dus dat is het probleem. Eentje woont daar beneden. Toch? Je hebt eentje die daar achterin woont. Dus je hebt een aantal die gewoon de markt voor hun huis is. Maar als wij half vijf niet van de markt uit zijn, komt Anil Danai van ja, waarom ben je tot zo laat nog onder de markt? De markt is niet jouw huis, ga je naar jouw huis. Maar wie gaat hun zeggen? Dus. En nog iets hoor. Wat ik nu hier zie, meneer Ganesh, sinds 2015 hoor, sinds het alles hier was afgebroken, hebben ze weer een nieuwe gebouw hebben ze gebouwd. Dus er gebeurt alleen maar, dus wat ik nu hier zie, ik wil het eigenlijk niet zeggen hoor, maar dit is alleen een money making business wat ze doen. Alleen, dit is gewoonweg een money making business wat ze doen. Daar is het, dan moet je stenen tafels gaan laten maken, daar weer, daar is het dak. Oké, voor het dak heb ik niet betaald. Maar nu willen ze dat geld weer anders weghalen. Ze willen dat we stenen tafels moeten gaan maken. Dus dit ding is gewoon een money making business. Kijk, als vroeg in de ochtend, 3 in de ochtend, als de auto's naar binnen rijden om uit te laden en in te laden, toch? Hoeveel betalen ze? Inladen betalen ze 15 SD en uitladen 7,50. Er komen rond 30, meer dan 30, laat ik zeggen bijna 50 inladers. En laat ik zeggen bijna 80 of 100 uitladers. Als je elke ochtend komt, dan gaat u zien hoeveel pick-up, kleine auto. Als het is het een personenauto die een kleine tomatenbak komt inladen, is verplicht 15 SRD te betalen. Hoe moet dat betaald worden? Voorin? Voorin bij de poort. We hebben de meneer de DC gevraagd van AUB, zet u een paar agenten dat de markt willen kijken. Vinden ze hebben geen mannenkracht. Maar om dat geld op te vangen, hebben ze wel mannenkracht. Van 8 uur ochtend tot 8 uur 's avonds. Alleen op zo'n uur is er niemand. Maar hoe de markt straks 8 uur open is, tot 8 uur ochtend, laat ik zeggen. Toch? Van 8 uur 's avonds tot 8 uur ochtend zitten er twee mensen daar om geld op te vangen. Elke dag? Elke dag. Is het zondag, maandag tot weer zondag, zitten daar te ontvangen. Je bedoelt in de avonduren komen we ook groenten afzetten. Soms komen we ook groenten uitladen hier zo. Van 8 tot 10. Dat was van 7 tot 10 hoor, in de avonduren. Als je veel groente hebt en zo, kom je het weer op de markt zetten. Dan moet je 7,50 betalen. En daarna weer volgende dag, dus daarop volgende dag morgen in de ochtenduren. 3 uur in de ochtend tot en met 8 uur. 2 uur in de ochtend, nou, gaat de poort open. 2 uur in de ochtend tot 7 uur, 8 uur. Dan moet je weer 7,50 betalen als je weer met groente naar binnen gaat. Of uitladen, als het uitladen is, betaal je 7,50. En als je gaat laden, dan is het 15 SRD. Wat gebeurt er met dat geld? Dus dat willen we nu weten, wat er met dat geld gebeurt, want je ziet bijna niks. Maar als de overheid dit alles doet, dan moeten ze buizen waar dat geld gaat, toch? Dus dat moeten ze doen. Maar die mensen die in- en uitladen, ze klagen niet dat ze moeten betalen? Kijk nu meneer, er zijn mensen die bang zijn om te praten, ze zijn bang voor de marktleiding, toch? En daarom willen ze niet, ze willen niks erover, ze willen niks over zeggen. Ze zeggen van oké, alles aan zijn psa, nagi boe psa. Dus dat maakt hun niks uit. Maar de mensen van de marktleiding, als iemand zegt van ja, jullie nemen zo duur geld, waarom maken jullie niet die dingen? Dan zeggen ze van meneer, wil je komen of niet? Als je niet wil komen, moet je buiten blijven. Ze bedreigen gewoon van als je je mond open gaat maken, dan ga je buiten blijven, mag je niet meer binnenkomen. Nou heren, dank u wel dat u toch wel deze problemen hebt willen aankaarten. Ja? Ik wilde u nog wat vragen. Het is een verzoek met de DC, want de persoon die mijn bergruimte had gehad, hij is al een man niet onder de markt aanwezig. En kijk dus zelf iemand anders verkoopt op zijn berg, op zijn stand, maar er zijn bergruimtes helemaal leeg. Ik heb een verzoek, AUB, ik heb geen plaats om mijn spullen te zetten. Laat de DC AUB me helpen, al geeft hij me de helft van die bergruimte. Ik zal dat ook accepteren.
Aankomende donderdag 29 september bestaat de Nationale Partij Suriname, de NPS, 70 jaar. In dat kader is er een persconferentie belegd waarbij NPS-voorzitter de revue heeft gepasseerd over de vele verworvenheden van de partij de afgelopen 70 jaar. Volgens de voorzitter neemt men het voor granted wat de NPS allemaal heeft gedaan en gaan vaak genoeg andere partijen met de eer dat zij deze zaken hebben bewerkstelligd, terwijl het de Nationale Partij Suriname is geweest die aan de wieg heeft gestaan voor wat deze projecten aangaan. We voeren u naar NPS-voorzitter Dr. Gregory Rusland. We hebben gezien zaken op het gebied van leefbare en belastingvrije ouderdomspensioen. AOV werd gelijkgesteld met een tegenwaarde van ongeveer $100. Vandaag de dag met de koersontwikkeling zien we dat dat natuurlijk al na zoveel jaren veel minder is geworden. Aanzienlijke verbetering inkomenspositie van de werkende Suriname. Suriname, daar hebben we aan gewerkt. De explosieve groei in woningbezit. We hebben gezien de asfaltering van de weg Paranam, Afobaka Adjoni, etcetera, verschillende projecten met betrekking tot het wegennet, de ontsluiting. We waren nog niet klaar. Het plan moet doorgaan. Maar alles kost tijd. En in ieder geval, de basis is gelegd, wat men vaak vergeet. De herinrichting van de binnenstad Paramaribo, verbetering, riolering en parkeermogelijkheden, instelling van een wegenautoriteit, de modernisering van de nieuwe haven. De haven hebben we zodanig ingericht dat we in staat zijn om veel meer importen te kunnen accommoderen op een vlotte, efficiënte manier. Vandaag de dag helaas zien we dat na 5 jaar van de huidige regering, de importen drastisch zijn afgenomen. Dat heeft te maken met de ontwikkelingssituatie waarin we op dit moment zijn. Reconditionering en modernisering van faciliteiten op de Johan Adolf Pengel Airport. De zee- en rivierdijken. Nikeri, Koloni, Kamuwijnen. We hebben gezien wat dat bij aantreden van de huidige regering er veranderingen in de plannen zijn plaatsgevonden. En dat men nu toch probeert om terug te komen op die zaken. Zaken die financieringswijs al rond waren. Die gewoon uitgevoerd moesten worden als de regering haar vingers niet aan had gezet. En we zien dat de zaken, sommige van ze, zijn stopgezet. En we vragen ons af natuurlijk, waar zijn de middelen naartoe gegaan? De complete rehabiliteren, reconditioneren van de Oost-West-verbinding. Vanaf Albina naar Nigeria. De ouderen tussen ons weten wanneer je naar Albina moest gaan, wat de positie was, wat de situatie van de weg was. Er was jarenlang geen onderhoud gepleegd. We moesten de middelen gaan sparen. We moesten de middelen vrijmaken om die investeringen te plegen. En we waren er al driftig op weg mee. In 2010 was het gedeelte Albina Meerzorg bijna af. We zien de rehabilitatie vanaf Nikeri naar Paramaribo, zodat de hele Oost-West-verbinding in goede conditie was. We hebben gezien dat na de wisseling van de wacht, met zogenaamde moderne ideeën had, met stagnatie van al deze projecten. Als we nu naar Salamaka moeten rijden, naar de eerste brug over de Salamaka rivier, dan zien we dat men moet al 6 jaar lang om die weg te rehabiliteren. Al dat soort zaken zijn in ieder geval wat tempo betreft in mindering gebracht en sommige zijn stopgezet. Als we verder kijken, dan kunnen we natuurlijk noemen al de rehabilitatieprojecten met betrekking tot ons wegennet. Ik heb al genoemd herinrichting Paramaribo, instelling wegenautoriteit. We kunnen noemen drinkwatervoorziening. Dat was al een ramp jaren geleden. Herinnert u zich in 2000 toen we er kwamen? De achterstanden die we ook hebben opgelopen in de 80er jaren. Je had tijd nodig om de financiën op te bouwen om al die projecten uit te voeren. Daar hebben we met succes aan gewerkt. En nogmaals, met de verschillende projecten op het gebied van drinkwatervoorziening waren we driftig op weg om de zaak in zo'n toestand te brengen dat in ieder geval velen in het land geen problemen meer zouden hebben.
Over de elektriciteit kan ook heel veel gezegd worden. We hebben situaties gekend waarbij het maanden, soms jaren duurde voordat je kon beschikken over stroom. Mensen bouwden niet eens meer. En wanneer ze vroeg waarom, dan was het, ik ga toch niet over mijn stroom kunnen beschikken. We hebben die situatie in 2010 overgedragen aan de huidige regering. Waarbij als je je huis nu hebt gebouwd, dat je binnen een week kan beschikken over stroom. Helaas moeten we merken dat we na 6 jaar zogenaamd progressief beleid weer in een situatie beland zijn. Dat wanneer mensen die stroom aanvragen, ik wil nog deze week iemand klagen voor me. Dat ze waarschijnlijk wel de keuring kunnen krijgen voor hun stroomvoorziening. Maar dat er geen materialen zijn en volgens EBS het pas volgend jaar zal gebeuren. Dat is de situatie waarin we vandaag de dag beland zijn. Mensen, vergeet u niet wat wij hebben gedaan. En nogmaals, men neemt het voor granted wat gedaan is in het land onder leiding van regeringen met de NPS-signatuur. We hebben gehad de liberalisatie van de telecomsector. De aanleg van het glasvezelnet is toen begonnen. De succesvolle intrede in het digitale tijdperk. Mobiel bellen, internet en dergelijke. Al die zaken waarvan we vandaag de dag gebruik maken en denken van het is automatisch. Maar het is ergens begonnen. De uitvoering van woningbouwprojecten met huur, huurkoop en zelfwoningbouw, dat is een jeugd niveau. Projecten die we gestart zijn en men lacht op die projecten. En wat zie je vandaag de dag? Men probeert gewoon die projecten te continueren. Maar dat gebeurt zo gebrekkig. 25.000 plus percelen zijn toegewezen aan mensen. Over allerlei districten, over allerlei resorten in het hele land. We hebben de introductie gehad van 7% en 5% bouwfinanciering en implementatie van het LIS. Op dit moment, u kunt zich nog herinneren, dat we beloofd waren in 2010 dat bij verandering van het bestuur een 8000 woningen gebouwd zouden worden. 18. Ik dacht ik heb het helemaal mis, maar het is zelfs 18. Tekst voor de correctie. Ik zie dat u niet slaapt. En als je het vergelijkt met wat de lijn dat NPS heeft gedaan met partners, dan moeten we zeggen dat de conclusie is dat we dan liever terug gaan naar die tijd waar mensen geld kunnen gaan lenen op de bank, faciliteiten krijgen om hun woningen te kopen, jongeren tegen een koers van 2,80. En op dit moment weten we niet eens waar die koers naartoe gaat. Nogmaals, wat dat betreft, ook daar is het beleid vandaag enorm mislukt. En we hebben gezien nogmaals dat onder leiding van de NPS er een stabiele, en misschien voor sommige mensen vonden het een beetje traag, maar het was duidelijk een ontwikkeling waarbij stabiliteit bestond en waarbij je wist waarvoor je werkte en dat je kon plannen in dit land. Vandaag de dag is alles te grabbel gegooid. Invoering van het GLIS, implementatiefonds ontwikkeling binnenland, studiefinanciering, waarover veel gesproken wordt nu, hebben we ook gestart in die tijd. Bouw van het Nationaal Archief, bouwrenovatie van verschillende gebouwen, succesvolle implementatie en uitvoering van het Surinaam structureel aanpassingsprogramma in de jaren 90 met de nuloptie, dat is geen IMF. We hebben gezien dat we hebben gezorgd voor stabilisatie van de economie. We hebben al die nullen, sommige mensen vergeten dat de koers op een gegeven moment door dezelfde mensen die nu de leiding hebben, is ze gaan naar boven 3000. Iemand zegt hier 1700, boven 3000. Wij hebben ervoor gezorgd en laat niemand u iets anders vertellen. Wanneer meneer Hildenberg daar tot in de kleine uurtjes met meneer Velting bezig was en de president van het Sjaan toen, natuurlijk ondersteund door anderen, want als ministers en dergelijke was er ook ondersteuning en de ambtenaren en de deskundigen, hebben we die koers gebracht naar 1 op 2,80. Veel mensen vergeten dat. We hebben die koers vastgehouden bijna 10 jaar lang. In ieder geval de hele periode van de regering waar de NPS de leiding had over Suriname. En wat zien we, de NPS vertrekt en direct in 2011 zijn die knappe mensen gekomen en de koers begon te vliegen. Jammer. We hebben gezien dat er een duurzame economische groei van negatief
in de jaren voor ons naar gemiddeld 4,7% is gegaan. Wij waren in staat om dat te doen. Suriname is van een low-income country naar een upper-middle-income country gegaan. Vandaag de dag dreigen we weer te gaan naar een land. Zoals we worden vergeleken met, qua inflatie met de. We zijn de derde op de lijst. We worden vergeleken vandaag met Venezuela, die een grote probleem is. That's a bloody shame. We begaan de liberalisering van het vergunningbeleid. Dat de overheid niet te strak vasthoudt aan allerlei zaken. En Surinamers de gelegenheid geeft, bedrijven de gelegenheid geeft. Om naar inzichten, natuurlijk binnen de regels, groei te bewerkstelligen. Instelling van e-fonds, fonds technische bijstand, agrarisch kredietfonds, microkredieten. De investeringswet, liberaliserende visieregime. Nogmaals. Al dit soort zaken zijn randvoorwaarden geweest die wij hebben geïmplementeerd voor de gezonde ontwikkeling van die economie. Ook in de agrarische sector, heb ik al eerder gezegd, is er een heleboel gedaan. De introductie van productie-incentives voor de rijstsector. We hebben ook gehad de oprichting van Suriname Business Forum, implementatie Sociaal-Economische Raad. De bouw van verschillende hotels, als we praten over toerismeontwikkeling en dergelijke, is dat een van de voorwaarden. Uitbreiding van de exclusieve economische zone. De bouw van de staatsolieraffinaderij in 1995. Wie dat er vaak geclaimd wordt door mensen uit de huidige regering. Maar dames en heren, gaat u de cijfers na, gaat u de data na. Het zijn allemaal zaken die zijn uitgevoerd, voorbereid. In de regeringen onder leiding van de NPS. Ook in 2010, we zien dat de raffinaderij van staatsolie recentelijk is geopend door uitbreiding en rehabilitatie. Maar we weten ook dat al die zaken, inclusief de financiering, in 2009 reeds rond waren. En 2009 zijn de activiteiten begonnen op het complex voor de uitbreiding van die raffinaderij. We hebben daarna wel gemerkt dat er veel shows zijn gegeven. En dat eigenlijk gezegd wordt overigens, dat de gelden die nu eigenlijk niet verhand kunnen worden, dat ze onder andere zijn gegaan naar de raffinaderij van staatsolie. Dat hebben we gezien in beelden, dat van een Mitaki. Niets is minder waar. Ik zat er dichtbij en ik kan u zeggen dat de financiering in 2009 iets rond was. We hebben gezien ook in die periode van onder leiding van de NPS, dat diverse exploratieactiviteiten met multinationals ter hand is genomen. En we merken dat een aantal van die bedrijven nu op dit moment nog doorgaan met hun activiteiten. En we hopen als Franamans dat we toch wel binnenkort lucht zullen zijn. En dat we inderdaad de oliereserves waar we aan zoeken zullen kunnen vinden. Dames en heren, we kunnen zo verder gaan. De ondersteuning aan staatsolie voor de nieuwe Vision 2020. Het investeringsprogramma 2008-2012 van staatsolie. Waarbij we ook nog de ondersteuning hadden gegeven voor het ethanolproject. Dat project is ook in de ijskast gestopt. De opening van de Rozebelmijn in 2004. Veel mensen hebben vergeten dat. En vandaag de dag wordt aangegeven dat die regering rekent, eigenlijk praten ze alleen maar over die goudinkomsten van Nieuwmond. Maar ik kan u zeggen, de eerste grootschalige goudactiviteiten zijn onder leiding van Roosevelt Goldmines in 2004 onder leiding van de NPS tot stand gekomen. En daar heeft de internationale gemeenschap het vertrouwen gehad om te investeren in onderzoek en dergelijke. Waarbij Nieuwmond is ingekomen en we nu hopelijk binnenkort kunnen starten met de productie van goud bij Nieuwmond. De koeriers, oftewel de mensen die we kennen met de Wagyu Wagyu's, die hebben tal van problemen hier onder de markt. En het grootste probleem welke zij ondervinden, dat komt vanuit illegale mensen die hun koeriers, oftewel Wagyu Wagyu's, kapot breken en daarmee toch wel hun eigen kost verdienen.
Doen zij een aanklacht daartegen of worden zij dan aangesproken door de rechtmatige eigenaar, dan is het vaak genoeg ruzie of dan worden er messen en dergelijke getrokken. Vandaar dat wij vandaag een vraaggesprek hadden met enkele van de koeriers, als ook hun nieuwe voorzitter, en dat is dan de heer Amar Dasasing, die toch wel de problemen van de koeriers hier onder de centrale markt wilde aankaarten. Een ander groot probleem, welke hier vormt, zijn de grote gaten hier onder de markt. De bestrating die we hier hebben, die is bezaaid met hele grote gaten en daarvan ondervinden zij ook heel veel problemen. We voeren u naar het verslag welke wij vandaag maakten met de koeriers hier onder de centrale markt. Meneer Dasasing, Amar Dasasing, als voorzitter van de vereniging van koeriers hier onder de markt. Wat zijn de problemen hier? We hebben de problemen. Het eerste probleem is de junks die illegaal de wagi stoten. En vorige week ook hebben ze voor een van die wagi vrouwen een mes getrokken, bijna om te steken als mensen hem zouden houden. Dat was in een probleem. En ze moest weggaan en daarom kwam ze ook niet voorlopig stoten. Ze is bang, ik heb met haar contact opgenomen. En ze zegt ze is bang, ze wil voorlopig niet komen. Maar zij was de voorzitter en zij is zelf bij de marktmeester geweest, maar de marktmeester heeft haar niet geholpen. En die persoon stoot gewoon, hij heeft een ander persoon wagi kapot gemaakt en hij stoot met een ander persoon wagi. En zij zelf heeft ook dezelfde probleem bij junks, andere junks. Ze hinderen hun om te stoten. Want zij zijn echt goed, ze betalen geen belasting, ze zijn junks, dus ze doen het echt goedkoop. Maar het is moeilijk voor ons. Maar het is jullie wagi toch? Het is ons wagi. En zelf ze kunnen het gewoon zo wegnemen. Ja, ze kunnen het gewoon zo wegnemen, want er is geen agenten onder de markt. Je hebt echt een paar agenten en als u gaat, dan zeggen ze, boy, ik ben alleen op de post, ik kan niet dichtmaken en weggaan van hier. Maar je moet even wachten of moet je naar Keizerstraat gaan. Ja. En dus het is een hele grote probleem voor hier voor iedereen. Kom even. Aha. Zijn er problemen zou ik kiezen, lek wagi man? Oké, a problemen zou ik kiezen, ja. Luku alawiki wepai, tina sardi. Oké, okay. Een bezwaar. Sumaya Payatina SD. Markleiding. Markleiding, oké. Okay. Maar in die zin, een bezwaar is ook abi. Ja, want u illegaal, zij pusu, zijn er pas aan het registreren. Zonder vest, gewoon aan mijn pusu, aan mijn pai, maar mijn make money. Maar dat zijn ze, zij zijn aan uno, luku de pacify broko. Luku de manje nog meer aan uw lai, awa je wan civil gunnen olo. Afro San Fadong. Afro bayan sandang buntrang asuti moni. Asan Fadong apa besade nami France word lagi. Ma dor aslak hai fu de pasifa woyo me de shot san de epsa. Dan fawa kang ada tu. Mar asan sa me begrep dat de illegale na gewoon de ma e broko de wagi en de ma e begin pusu ya de do dat na yu wagi. Oké, nooit op z'n naam, maar op z'n naam boemvoer wagi man. Dan mijn nachtstoot op broko. Dan mijn marktleiding en de wagi in beslag. Dan mijn film aan toe wagi, dan mijn nachtstoot op broko. Dan mijn pusu. Maar mijn is hier nog wang. Wat ik kan in Isabi, dan mijn dag, hé, luku no. Voor wang echt wang actie. Dat luku, we pai, we pusu. Maar dat, zo is hij. Traman er pai, traman er register, gewoon aan mijn pusu. Dat zei ze al, dat mij gewoon overleden. Toch? Maar dan, minnesie, dat is hé. Hé, you talk. You, hoor van vergadering. Toch? Wat is er te doen, Wagi? Bagasje, dat is. Waar ruim te? Of naar gewoon? De man, you, dat is bagasje. De man, kom broko, dat is. Oké, de man, dat is ook zo kan, principe kan, zo te doen, Wagi. Oké, misschien dat is. Toch? Oké, dat is er te doen, maar. Mina no one last tak ma brokomi wagi go make money na ngami wagi ma me si tak trama wagi broko trama wagi for doing trama wa da ma tak trama wagi go push lai to my make money mana sai sana unu sai pai ala wiki ma money de ete u ma make money ete na nga wagi wagi atrang era i je ya ko ina voyo do luka voyo hoe je maakt money nu al de? Dit de omereti kis ba. Ik met jij nu, ik wil met doorja, met doorja. Wat als de afstand met door? Met doorja 5 euro maanden. Het is wel dat je tang. Ik wil nu, na, mijn man, daar moet ik weer, mijn guen, nu, samen wachten jij te.
Next door def me. Euro des des manete kwagi bagi moro. Next de manete gi. So my euro je fin want to vrachte des my bigi opruim. Maar om de illegale kroeier zo genaamde boeru black en biga des my dis e pusu boom kopu boom boom kopu. Da unu ne fin an vrach en efie go tegas de man wan sani da amai har wan nefi. Dus misref, ik ben ook een kroeier tevens, ik verkoop en ik ben een kroeier omdat ik wacht dat ik iets middagsuren weer een paar vragen kan krijgen. Maar momenteel krijg ik het niet. Omdat zij er tegen goedkope prijzen rijden. Want ik vroeger de hele dag niet, de helft van mijn salaris kwam van daaruit. Momenteel kan ik het niet. En een van die jongens komen niet meer wagi storen. Omdat een van die junk zijn wagi kapot gemaakt en bij zichzelf gehouden. En hij is gaan vragen, heeft hij een mes voor hem getrokken. En niemand treedt op? Niemand treedt op. Als je bij de politie gaat, dan moet je naar Keizerstraat rennen. Daar hier, daar. En door bangheid is die man gewoon thuis gebleven. Hij zei, hij gaat een bouwwerk zoeken of wat. Maar hij komt hier niet werken. Omdat er is niets wat betalen. Kijk, toen we begonnen te betalen was het sinds Korendam tijd, meneer de Korendam. Dan was het 18 SRD. Dan had hij beloofd van dat hij straten gaat maken, hij gaat verlichting zetten. En het is een hele regeerperiode op, een hele regeerperiode door. Nu zijn we weer in een andere regeerperiode en nog geen enkel straatverlichting kijkt u naar de straten. Het heeft grote gaten. Een van mijn collega's heeft vandaag een pech gehad. Hij heeft vanmorgen vlak voor mijn pech gehad. Daarna ging een collega van me met een hele ding vis. Met bekkens. Dat hele karretje is omgekanteld. Hij heeft ook ongeluk gehad. En net is eentje met een lading gegaan. En zijn wielbering is gebost. Ja, dus niet alleen voor de koeriers is het een probleem. Maar ook voor de marktbezoekers is dit gevaarlijk. Ja, voor de marktbezoekers, voor de klanten. Iedereen, want kinderen, mensen wandelen. Mensen komen met kinderen enzovoort en die kinderen vallen daarin. En als een beetje regent of wat, of kijkt u daar, het is water. Ik ben de gaten in. Nee, dan bent u erin bam gevallen. Maar nu bent u niet alleen koerier, heer Dasasing, nu bent u voorzitter. Dus wat gaat u doen? Eigenlijk, ik wil de marktleiding vragen van we betalen en we hebben geen probleem te betalen. Maar eigenlijk is drie kwart van de kroeiers van we gaan niet meer betalen, want zomaar betalen we. Het is van, wat gebeurt met dat geld? Zullen ze hun eigen zakken met onze zweetgeld? Want ze kunnen niet eens politieagenten zetten. De eerste, tweede ding, ze rennen achter je betaalt niet. Maar niemand kijkt naar de illegale junks. Wat zeggen ze? Ja, ik kan zelf bij de junks geen politie gaan spelen. Maar dan kunnen ze bij ons politie wel komen spelen. Kan toch niet, want elk persoon hoofd kan draaien. En hij neemt een mes en hij steekt die persoon. Dan, maar voor ons kunnen ze ook politie roepen. Maar voor de junks roepen ze niet. Is de marktleiding bang voor de junks of discrimineren ze ons gewoon? Sana Yuning? Sana Yuning. Manoj Kumar. Ja. Meneer Manoj Kumar, je kiest probleem naar de man. Zij tek de tramang wagi. Ja. De man doet dat naar jou? Ik ben draaien met hockey burgemeester. Ik ben naar school terug. De mensen zijn in de Keizerstraat. En dan mag. En ik ga Keizerstraat? Nee, ik ben in de Keizerstraat. Voor zijn de schoolpost ja. De schoolpost ja. De mensen zijn in de Keizerstraat. De manier actief aangifte ja. De manier doet aangifte Keizerstraat. Ami begrijp dat if je tak naga de man schrijft de man fiti of de man haar nefi. Ja, de man haar nefi ja. Nou goed heren, dat wil je ik wil ook wat zeggen. Van deze mensen hebben hier speciale mensen gezet om onze vest te checken. Hoeveel weken hebben we betaald of niet? Is onze vest schoon of vies? Zelf dat kijken ze. Als toen jullie jouw vest vies is, zeggen ze wanneer? Als je vest morgen vies is, pak ik het af. Maar hoe gaat het niet vies zijn? Hele dag tillen we grote zakken op en die soort dingen. Sowieso gaan we morgen wassen en brengen. Maar die mensen, niemand checkt voor hun die junks, niemand checkt hun vest. Niemand gaat vragen wanneer hebt u een vest. Maar wij zijn verplicht om te betalen en een vest, schone vest aan te doen. Dan waarom is het zo'n discriminatie? En die mensen die hier dat checken, geld ontvangen, zijn zelf door de DC hier gezet, niet door de marktleiding. Dat heeft zelf iemand van de marktleiding aan me gezegd. De Grunjari die is er vandaag helemaal vol met kinderen vanuit verschillende districten. Omdat er in het kader van 70 jaar
de Nationale Partij Suriname, de NPS, een kinderdag is georganiseerd. Wij spraken hierover met de stuwende motoren van de stichting Uma Opoworoko de Fudu. En dat zijn dan mevrouw Marlene Alsen en Nel Stadswijk-Kappel. De stuwende motoren in deze stichting die de kinderactiviteiten elk jaar organiseren. Maar vanwege de feestactiviteiten bij de NPS hebben ze het gemeend om samen te doen. Verder ontmoeten wij hier de gewezen first lady, mevrouw Lisbeth Venetian Vanenburg, met wie wij over het een en ander spraken, als ook de NPS-voorzitter, de heer Gregory Rusland, aan wie wij vroegen welke boodschap hij heeft voor de ouders van deze kinderen, maar ook voor de kinderen zelf. We voeren u naar het verslag vanuit Grundjari. Mevrouw Marlene Alsen en mevrouw Nel Stadwijk-Kappel, beide lid van de stichting Uma Opoworoko de Fudu. Jullie zijn vandaag hier bij de kinderactiviteiten in het kader van 70 jaar NPS. Waarom dit activiteit en waarom ondersteunen jullie dit? Mag ik even een correctie plegen? Eigenlijk doen wij dit elk jaar, maar omdat dit jaar de NPS 70 is geworden, hebben we het dan in dat kader van 70 gedaan. Maar normaal doen wij het wel elk jaar. En waarom doen jullie het? Wij doen het om de minder draagkrachtigen te helpen. Weet je, het is niet veel, maar een alle beetjes helpen wat de minder draagkrachtigen. Proberen we kinderen van 6 tot 12 zo een gezellige dag te geven. En aan het eind geven we ze dan een pakketje mee. En hoe komt dit project allemaal tot stand? Nou, dat is wel een heavy duty. We doen dat middel sponsoring. We hebben sponsors die ons ondersteunen, omdat dit niet het enige project is dat de stichting doet. We doen bijvoorbeeld ook kerstfeest, we doen moederdag, we doen dus de kinderdag, we doen bingo drive om geld te vergaren. Dus los van de sponsors, maar om geld te vergaren om deze activiteiten te kunnen doen. En we doen het eigenlijk niet alleen, u zegt het in het kader van de NPS, maar deze stichting is er ten behoeve van een ieder die een beroep doet op de stichting. Jong en oud. En we helpen iedereen die ons vraagt om hulp. En hoe komen jullie aan zoveel kinderen? We via de kernen. En we vragen ook aan daarbuiten. Kijk, we gaan zoiets doen. Het is ten behoeve van de kinderen. Net als we zeggen, we richten ons natuurlijk meer op de NPS. Maar ook andere kinderen die, waar wij menen dat ze het nodig hebben, worden gevraagd om te komen. Dus het is niet specifiek alleen NPS'ers. En ieder vragen we. Was het gewoon open of heeft men zich moeten registreren vooraf? Nee, het was gewoon open. Niemand hoeft zich te registreren. We hebben de kernen gevraagd. En natuurlijk, als je iemand kent, vraag je, kijk, we gaan zo een project doen. Als je kinderen hebt, mogen ze komen, maar het moet zijn van 6 naar 12. Omdat je dan niet op de kleintjes kan letten. Hè? Het wordt te veel. Dus het moeten kinderen zijn die zichzelf kunnen behelpen. Ja. Hoeveel kinderen denkt u dat u dan vandaag hier hebt? We hadden gerekend op ongeveer 400, maar ik denk dat we aan de 600 zitten. En hebben jullie dan een pakket voor ieder? Ja, wij doen ons best om iedereen tegemoet te komen. Het zijn schoolbenodigdheden. Het is niet zomaar een pakket, maar functioneel. Dingen die ze dus straks op school kunnen gebruiken, zoals schriften, pennen, potloden enzovoorts. Wat zal dit project gekost hebben? Wat zegt u? Hoeveel heeft dit project gekost? Dit project? We hebben het nog niet echt goed gecalculeerd, maar het is al boven de 20.000. Ja, over, zeker meer dan 25.000. Want je moet ze ook spelen, je moet ze eten, drinken, je moet ze bezighouden. En de mensen die helpen, die we ingehuurd hebben voor de sportactiviteiten, die moet je ook ergens tegemoet komen. Niet met een salaris, maar je moet ze toch wel tegemoet komen. Hè? Maar het gaat erom dat de kinderen een fijne dag hebben en dat ze er iets aan overhouden. Waarmee worden ze dan vandaag bezig gehouden? Je ziet het, ze worden bezig gehouden door een sportinstructeur die daar zo staan. Je ziet de kleine spelletjes zoals jumpen, voeten, hoepel. Ik zie hier net een goal, dus zij gaan met allerlei spelen waarmee die kinderen zich echt bezig kunnen houden. Echt voor kinderen, daarmee worden ze bezig gehouden. Kijk, dat wat we lang niet hebben gezien, stoten met een bang. Je weet het nog, jong ding.
Je poest naar een baan te eerlijk naar straat. Dat alles hebben maar we hier. Maar het zijn professionals, hè? Ja, het zijn professionals. Die de spelen begeleiden. Zegt u dat dit project toch dan een succes is? Het is altijd een succes bij ons. Zonder tot Jaffa, het is altijd een succes bij ons. En welke band heeft dan de stichting met de NPS? De stichting komt vanuit de NPS. Ja. En we hebben ons zo genoemd, omdat we dan niet alleen ons willen richten op NPS'ers, maar op een ieder, net als wat mevrouw Nel Stadwijk zei, een ieder die beroep doet op de stichting, een ieder die komt, die vraagt, willen wij helpen waar het toe kan. We kijken niet naar politieke kleur, we kijken niet naar religie. Het is voor een, we proberen een ieder te helpen, maar natuurlijk meer in het bijzonder de NPS'ers. En hoe lang bestaat de stichting al? Vijf jaar ongeveer. Ja. En we hebben dus kinderen niet alleen uit de stad, maar ook uit de districten. Ook vandaag hier? Ja, uit Para, uit Wageningen, komen wijnen. En elk die kan komen is hier. Ja, onze gewezen First Lady, mevrouw Lisbeth Venetiaan Vanenburg. Hoe gaat het met u? Prima. En vooral vandaag. We zijn overweldigd door de aanloop. We hadden 450 geregistreerd, maar volgens mij zijn er al 600 kinderen hier. Maar wat zegt deze opkomst toch aan u? Positieve dingen. Zoals? Dat ze het behoefte hebben aan dit soort dingen. Dat ze komen waarschijnlijk om te eten. Hè? En dat is een zorg van de tijd. Maar goed, we hebben erop gerekend dat we zeker 600 mensen eten moesten geven. En het is eigenlijk een initiatief van een vrouwengroep in de NPS. En we hebben een mooie naam. Uma Oppo. Wroko de Fudu. Dus eigenlijk is de basisgroep, die heeft dus dit georganiseerd. Maar in de feestweek van de NPS. Want de NPS is deze week 70 jaar. En dat wouden we ondanks alle crisis en ellende niet zomaar voorbij laten gaan. Maar wat betekent 70 jaar NPS voor u? Een heleboel goede dingen. Alleen hebben ze een heleboel goede dingen die de NPS heeft gedaan kapot gemaakt. Met alle ellende van dien. En niet alleen wij leiden eronder, maar iedereen. En het land gaat kapot. En dat maakt mij wel bezorgd. Maar ik geef de hoop nooit op. Want wij zijn Surinamers. Wij zullen ons verstand gaan gebruiken om een betere keuze te maken voor de toekomst. Oké? We weten dat u altijd een sociaal mens bent. Wat doet u nog allemaal op sociaal gebied? Niets. Expliciet. In dit geheel werk ik een beetje samen. Maar ik vind dat, ik ben al 74 hoor. Dus ik vind dat het nu niet is mijn tijd om nog echt zo actief te zijn. Kleine dingetjes doe ik in stilte bij de kerk, bij de partij, privé, maar in stilte, zonder djugo. Maar zegt u dat jongeren dan dit moeten oppakken, het sociaal werk? Een heleboel pakken het al op. Ik heb bijvoorbeeld een paar maanden terug gemerkt dat er een groep jongeren, en echt jonge vrouwen en mannen, meer vrouwen, zijn opgestaan en ze heten People Helping People. En ze doen ontzettend positief werk, onder vooral kinderen vanuit de school. Als ze merken dat er op scholen problemen zijn, dan proberen ze daar iets te doen. Het is maar in een klein geheel begonnen, maar ik was heel blij. Daarom zeg ik geef de hoop nooit op. Want ze hebben zelf het initiatief genomen en ze doen al een heleboel. Dus je moet een keer hun opzoeken. Okay. Wat is de boodschap van mevrouw Venetiaan uit naar vrouwen, maar ook naar jongeren? Altijd moet je positief blijven. Altijd moet je je inzetten, zeker voor je land. Maar je moet je niet laten corrumperen. En ik hoop dat men dat begrijpt. Oké? Okay? En wat is de boodschap naar deze kinderen die straks naar school gaan? Dat ze hun best moeten doen. En die moeten denken dat de dingen zomaar op ze afkomen. En die moeten denken en zeggen van ik bemoei niet. Want politiek is, politiek heeft alles met je te maken. Kijk wat de politiek met je doet nu. Dus je moet niet zeggen ik bemoei niet met politiek. Politiek bemoeit wel met jou. Dus je, en het betekent niet dat je altijd in een partij moet zitten, maar je moet nadenken over dingen die niet goed zijn en geen verkeerde keuzes maken. Oké? Okay? Doet de huidige First Lady haar best? Ja, ik vind van wel, maar ik ga daar niet over gaan praten. Dat zou niet correct zijn. Ze doet haar best, iedereen doet zijn best.
helaas gaan sommige dingen mis. NPS-voorzitter Gregory Rusland, wat zegt deze opkomst van de kinderen vandaag hier aan u? Nou, het is de laatste activiteit met de, in dit geval de echte jongeren. We hebben eergisteren dit zijn de jeugdigen. Eergisteren hebben we de jongeren gehad. Maar ik moet zeggen dat we bijzonder tevreden mogen zijn met de opkomst. We hebben gedacht dat we toch wel in het kader van 70 jaar RBS een paar activiteiten moesten organiseren. Dit is een van ze, eigenlijk doen we dit wel elk jaar. Maar dat is nou in het kader van 70 jaar. Dat kan zo mogen blij zijn. Je ziet dat die kinderen toch wel behoefte hebben om bezig te zijn. Het is vakantie. Het is wel erg druk. Ik vraag me wel af als ik rondkijk van hoe doen ze het in die hitte. En dan realiseer ik me dat toen ik ook jong was, ik gewoon om 2 uur middags op het voetbalveld was. Alleen zeg maar, nu is het een beetje heter, maar de kinderen zijn bezig. Dat is belangrijk. En we zijn blij om in ieder geval ze een leuke dag te bezorgen. Zegt u dat de drukte op een behoefte duidt? Ja, ik denk het sowieso. En ik heb eigenlijk, nogmaals, dit is jaarlijks, maar in deze vakantie hebben we een paar keer de jongeren 's morgens hier gehad. Alleen moesten we het organiseren naar buurten, omdat we natuurlijk niet iedereen in één keer konden accommoderen. Maar ik moet zeggen dat als je kijkt naar de manier hoe die kinderen omgaan, de hele dag bezig zijn, dan is er een grote behoefte. En ik denk dat wat dit stukje betreft, we in ieder geval voor de komende jaren toch wel als NPS gaan kijken hoe we deze zaak permanent gaan inbouwen. Dat de kinderen in de vakantie weten dat ze in Groenjani terecht kunnen voor sport en spel, met elkaar bezig zijn. Omdat dat ook een basis is voor de ontwikkeling van een goede ontwikkeling van onze jongeren. Hè? Je kan naar school gaan, je kan geen wiskunde, maar rekenen doen, taal doen en dergelijke. Maar heel belangrijk, heb ik ook gezien in mijn eigen jeugd, is wanneer je omgaat met andere jongeren. Je gaat vechten, je maakt weer vrede. En dat zijn zaken die bijdragen dat wanneer je een volwassen persoon bent in die samenleving, dat je verdraagzaam bent. Dat je weet dat je met elkaar omgaat. Nogmaals, we denken dat we dit beter moeten stimuleren, nog meer moeten gaan doen als NPS. Wat zegt u aan de ouders en verzorgers van deze kinderen, heer Rusland? Nou, we weten dat ze het bijzonder moeilijk hebben op dit moment. De mensen denken aan volgende week, de kinderen moeten naar school. Velen hebben nog niet eens de schoolmaterialen die ze nodig hebben. We proberen ook daar een klein beetje bij te dragen. U weet, het is precair ook voor de NPS. We hebben die ruimte niet zoals de regering dat heeft. Maar we proberen toch wel op onze manier, en dat hebben we ze niet gezegd van tevoren, maar we gaan toch proberen om een kleine bijdrage te leveren, een paar schriften en dergelijke, zodat we de nood helpen ledigen. Dus nogmaals, ouders, hou vol. Zorg ervoor dat die kinderen naar school gaan, want dat is de basis om straks, wanneer zij groter zijn, om een beter Suriname te maken. Misschien beter dan wij het ooit gedaan hebben. Wat is de boodschap aan de kinderen, deze kinderen? Hard studeren. Naast het spelen, denk aan je studie. Je studie is een basis, zoals ik heb gezegd, om later een goede job te kunnen vinden. Alles wat je doet, ik heb het ook vaker gezegd, je hoeft geen professor te worden. Maar als je besluit om timmerman te zijn, als je besluit om onderwijzer te zijn, onderwijzeres, als je besluit om politieagent te worden, whatever je wil worden, verpleegster, verpleger, zorg ervoor dat je de beste bent in je vak. Dat betekent, studeren nu, en op die manier zij in staat zijn om later, wanneer Suriname natuurlijk op een betere manier georganiseerd is, wanneer iedereen zijn zin kan krijgen in het land, als je een job doet, goed verdienen, zorgen voor je gezin, natuurlijk heb je dat nodig. En wij zeggen de jongeren van, ga naar school, werk hard, werk hard, werk hard, om zeg maar zoals we zeggen, een jaja uma of jaja man te worden in deze samenleving. Giliano Toy. En jouw naam? Marianne. En jij? Webster. Oké. Wat heb je vandaag hier allemaal gedaan? Gespeeld. Wat heb je gespeeld? We hebben touwtje gespeeld. We spelen. Ik ken die dingen niet zo. Ze zijn zo moeilijk. Wat heb jij gedaan? We gaan niet in bal spelen. Touwtje springen. Basketbal gooien. Oké. En wat heb jij gedaan? Voetbal. Vond je het leuk? Jawel. En jij, wat heb jij gedaan? Voetbal. Oké.
En wat heb jij gedaan in de vakantie? Vakantie? Spelen, vrij zijn, ja. Dat. Ben je overgegaan? Ja, ik ben overgegaan. En ben je blij dat je maandag naar school moet? Ja, jawel. Ben jij blij dat je maandag naar school moet? Jawel. En wat heb je gedaan in de vakantie? Geschreven op school. Ben je nergens geweest? Ja, meneer. Waar ben je gegaan? TBL. Alleen bij TBL. Ja, wat heb jij gedaan in de vakantie? Vliegen. En ben je blij dat je maandag naar school gaat? Jawel. Welke klas ga je? Derde. Ben je overgegaan? Ja. Oké. En jij, wat heb jij gedaan in de vakantie? Geen vlieger opzetten. Alleen dat, nergens geweest? Ja. Waar naartoe? Naar mol. Okay. Maar niet buiten de stad om te zwemmen? Ja. En, ben je blij dat je maandag naar school gaat? Ja, meneer. Welke klas? Vijfde. Okay. En jij, jongeman, ben je blij dat je naar school gaat? Jawel. Ben jij overgegaan? Ja. Okay. En jij, kom een beetje dichterbij. Wat heb jij gedaan in de vakantie? Zwemmen, voetballen. En vond je het leuk, de vakantie? Ja, meneer. En ben je blij dat je maandag naar school gaat? Ja, man. Ja? Welke klas? Derde klas. Overgegaan? Ja. En je belooft dat je hard je best zal blijven doen? Ja, man. Ja? Jullie beloven dat jullie hard je best zullen blijven doen? Ja, man. Het ontzielde lichaam van Richie Ramgulam, 20 jaar oud, is vandaag geborgen. Zondag was hij nabij de oude Carolinabrug in de Suriname rivier verdronken. Richie was samen met zijn werkgever en anderen naar een vakantieoord. Na sluiting van het vakantieoord besloot het gezelschap naar de oude Carolinabrug te rijden. Een slipper van Richie viel in het water. Hij trok zijn trui uit en sprong de slipper achterna. De werkgever, die merkte dat Richie in moeilijkheden verkeerde, sprong eveneens in het water. De werkgever werd gered door derden die langskwamen op een waterscooter. Richie echter verdween in de diepte. Pogingen hem te redden bleven vruchteloos. De politie startte samen met familieleden een zoekactie. Vandaag is het lijk van de 20-jarige Richie Ramgulam opgevist.